Yo, ik ben Niels, tof dat je kijkt naar deze nieuwe video. En deze week zijn we weer in Paradisa. Want ja, laten we eerlijk zijn, het is gewoon een prachtige dierentuin. Dit keer niet voor Halloween. Nee, de kerst is aangebroken. Althans, in kleine mate. We gaan gewoon lekker een rondje lopen vandaag. Casual dagje, niks aan de hand. Dus ja, laten we gauw beginnen. Ja, ze pies alleen een beetje op hier. We hebben net even een heerlijk baguette op hier. Ja, dat hoort natuurlijk bij in België. Een baguette. Eigenlijk Frans, maar ze praten hier ook Frans. Dus ja, het lijkt er allemaal heel erg op. En dat hebben we hier gegeten. En op zich wel leuk om erbij te vermelden. Hier op het terrein van Paradisa is ook een bierbrouwerij. En dat zit hier dus in het midden van het park. Naast de stoomtuin, want die is er ook. Ja, het zijn allemaal dingetjes die je hier kan doen in Paradisa. We hebben net even een stopje gemaakt in de Penguin Bar en dat is wel super tof. De Penguin Bar die kan je vinden in de Land of the Cold. Dat is een van de themagebieden hier in Paradisa. En die Penguin Bar heeft dus uitzicht op het pinguïnverblijf. Je zou het niet verwachten. Nee, maar dat is wel super tof. Daar kan je hele lekkere cocktailtjes drinken. En nou, zoals ik zeg, heb je dus heel tof uitzicht op het pinguïnverblijf. Zeker een verborgen pareltje hier in Paradisa. Het is niet zo groot, maar het is zeker de moeite waard. Paradisa is natuurlijk veel meer dan alleen een dierentuin. Zo vind je hier allemaal tempels. En die zijn echt gebaseerd op echte tempels die je in de wereld kan vinden. Momenteel zijn we in een gedeelte wat ik denk iets wat Indonesië moet zijn. En in deze tempels vinden we bijvoorbeeld witte tijgers. Natuurlijk een soort die je niet veel meer ziet, vooral niet in Nederland. I'm tired of waiting.
Nou, in Paradijsa vinden we allerlei diersoorten die je niet overal gaat vinden. Waaronder dus de wombats, maar ook Tasmaanse duivels en natuurlijk ook koalaberen. En ook niet te vergeten pandaberen. Deze zijn helaas niet altijd te zien, maar ja, als ze zich laten zien, dan heb je ze wel mooi meegepakt. Want dat is natuurlijk wel iets wat je niet overal tegenkomt. Nou, we zijn momenteel in het China gedeelte en de dag is bijna ten einde, want ja, we beginnen het daglicht te verliezen. Maar we hebben zometeen nog een uurtje in het donker en dat is natuurlijk wel heel tof. Paradijsa is een park wat je niet heel veel gaat zien in het donker, dus dat is natuurlijk altijd leuk om mee te pakken. Ja, zo komen we aan het einde van ons dagje Paradijsa en dus ook aan het einde van deze video. Vond je dit nou een toffe video? Geef dan even een duimpje omhoog. Vergeet je niet om te abonneren op het kanaal van Buitenleven, want ook hier worden gewoon elke keer hele leuke video's gemaakt. Ik ben wel benieuwd of jij wel eens naar Paradijsa geweest bent en of je het überhaupt kent. Laat het even weten in de reacties. Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer.